U kunt uw knie kneuzen of verrekken wanneer u hem verdraait of doordat uw onderbeen met kracht een onverwachte kant op buigt. Verrekking kan ook komen doordat u uw been overstrekt of doordat uw knieschijf uit de kom schiet. Komen erg grote krachten op uw knie, zoals bij een verkeersongeval, houd dan rekening met een botbreuk. Een gekneusde of verrekte knie kan dik en blauw worden en veel pijn doen. De knie wordt gedurende de dag geleidelijk dik doordat er langzaam vocht in komt. Het is voor de genezing goed om zo snel mogelijk normaal te gaan bewegen. Als u veel pijn heeft of als uw knie erg gezwollen is, neem dan enkele dagen rust en leg de knie hoog. Het kan prettig zijn om af en toe met icepacks te koelen en zo de pijn wat te verminderen. Inzwachtelen van de knie kan prettig zijn omdat het wat steun geeft. Als de pijn de volgende dag minder is, kunt u de knie weer voorzichtig buigen en strekken en voorzichtig op het been gaan staan. Gaat het staan goed, probeer dan weer gewoon te lopen. Zet de eerste dag niet te veel kracht op het been. Ga niet opeens hard rennen en til geen zware voorwerpen. Fietsen is een goede beweging om uw knie weer op gang te krijgen. Bij een kneuzing of verrekking van de knie zijn meestal geen pijnstillers nodig. Als u veel pijn heeft, kunt u paracetamol gebruiken. Zo nodig tot 4 keer per dag 1000 milligram gedurende een paar dagen. Als dat onvoldoende helpt, kunt u een andere pijnstiller proberen, zoals ibuprofen, diclofenac of naproxen. Deze medicijnen kunnen maagklachten geven en de werking van sommige andere medicijnen beïnvloeden. Meestal verdwijnen pijn en zwelling binnen 2 weken vanzelf. Ga naar uw huisarts als de klachten binnen 1 week niet verbeterd zijn. Als uw knie minder gezwollen en pijnlijk is, kan uw huisarts deze beter onderzoeken. Zit er een scheurtje in een knieband of meniscus, dan kan het geen kwaad als dit pas na 1 week wordt ontdekt. Het herstel van zo'n scheurtje is in de tussentijd al begonnen. Is er een kruisband van de knie losgescheurd of gaat uw knie op slot door een gescheurde meniscus, dan moet u naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.